In 6 Boksmeerse kapellen staat de komende weken kunst uitgezocht door Maarten Spruit. Hier in de Mariakapel in Holthees koos hij voor werk van Alette Pilon. De blikvanger in de kapel is deze Don't Worry. Ja, dit beeld vind ik fantastisch. Dit was wel de eerste waar ik aan moest denken toen, toen ik deze opdracht ging doen. Dit is natuurlijk zo overweldigend en zo mooi. En ook in het materiaalgebruik, ja, ik vind het echt een fantastisch, fantastisch kunstwerk. En de knipoog van het beeld zit natuurlijk in deze rode pumps. Want rode pumps, ja, je kan je wel afvragen of dat past in een Mariakapel. Of dat het past bij zo'n deemoedige, biddende gestalte. Deze heet Talk to Me. Ja, haar persoonlijk verhaal hier is dat ze een tweelingbroer heeft waar ze weinig contact mee heeft. En dat geprobeerd heeft, maar ook dat op deze manier verwerkt. Talk to me. Eigenlijk, er is geen contact, maar ik wil wel contact. Ja. En dan gaan we naar de Nepomuk-kapel, die Maarten nog kent uit zijn jeugd. Klein voelt het, wel vertrouwd, maar het zijn wel hele kleine straatjes. In mijn herinnering was het allemaal iets groter inderdaad. Omdat hij hier vandaan komt, durfde de organisatie hem te vragen. Ja, maar toen was ik nog niet overtuigd. Ik denk, toen moest ik eerst hier naartoe komen. Maar toen werd ik wel zo hartelijk ontvangen dat ik toen eigenlijk geen nee meer kon zeggen. In deze kapel werk van het duo Heringa van Kalsbeek. Kleurig en heel gedetailleerd. Je kan er echt heel lang naar kijken. Daarom vind ik het ook bijzonder aan hun werk dat je het echt van alle kanten moet zien. En van alle kanten is het totaal andere beleving. Dat is ook knap. En daarmee wordt het werk ook steeds mooier hoe langer je er naar kijkt.